Oké, we gaan wat leuke dingen op de website zetten. We gaan terug naar dashboard. En hier zie je weer al die opties die je hebt, waar veel dingen niet gaan komen. Maar hier zie je bij berichten. En dan gaan we kiezen voor de optie nieuw bericht. Nou weet ik dat op YouTube heel veel leuke dingen te vinden zijn. We gaan naar YouTube. En ik weet dat van Kunstmagneet hebben we daar, heb ik daar filmpjes opgezet. Gaan eens kijken wat we kunnen vinden. En jou hier, kijk. Nou, wat je de eerste die kan vinden. Tweede. Mo. Nou, die wil ik wel op mijn website zetten. Ik ga hier dit selecteren en kopiëren met Ctrl-C. Ctrl-C. Ga terug hier naartoe en zeg plakken, Ctrl en V. Geef een titel. Dan ga ik hieronder schrijven wat ik van vind. Ja, ik ben grappig van, maakt niet uit wat je van vindt. Zit erbij allemaal. Misschien heb je een foto van Mo. Of weet dan wat je het leuk vindt. Ga eens kijken. Je kan nog iets vinden wat ik leuk vind om erop te zetten. We hebben maar meer hierin zitten. Het is een grappige misschien om bij te zetten. Ja, die ga ik kiezen. Openen. Eerst nog uploaden, even geduld hebben. Hij is bijna bezig en daar is hij, zeg ik. Inzet in bericht. Nu heb ik hier een link naar het filmpje, maar ik kan het linkje ook hier maken. Ik klik hierop. Ik zeg link invoegen. Dan ga ik weer even hier vandaan. Kies ik weer dat. Ctrl-C kopiëren. En dan ga ik naar hier. Ctrl-V. Zo, hier. Het filmpje bestaat, de link bestaat. En ik zeg bijwerken. En dan zeg ik publiceren. Gaat u denken. En dan gaan we eens kijken wat er te zien is op de site. Kijk eens hier. En nu grappig, dan kan ik hier op drukken. Ik even hier al gaan. Hier op drukken. En dan komt de filmpje tevoorschijn. Kan ook terug. Kan dan deze klikken. Aan jou hoor. Daar komt ie. Het filmpje. Nou. Ik kan altijd nog zeggen bewerken. En teruggaan. En ik kan er allerlei gekke dingen nog bij bedenken en bijschrijven wat ik wil. Komt allemaal niet uit. Moet wel even enter doen. He, kan allemaal. Nou, ik kan hier nog dingen veranderen eventueel. Kan je afbeelding bewerken. Komt allemaal nog goed. Allemaal nog prima. Ik kan allemaal dingen bewerken, maar gaan we nu niet doen. Komt een andere keertje.
En elke keer is iets gedaan, zeg je bijwerken. Het wordt automatisch opgeslagen. En dan heb je het. Oké. En dan wil je misschien nog iets doen. Nog een nieuw bericht. Dus vandaag de les van ik bedoel maar, moet wel goed spelen natuurlijk. Ongelooflijk saai. Mag je allemaal zelf weten. Hè? Ik kan er nog eventueel zeggen, ik ga het onder lettertype van maken. Onderstrepen. Hè? Mag je allemaal zelf weten ook hier. En weer zeg je publiceren. Publiceren. Nou, dan gaan we weer de site bekijken. Dat is wel ongelukkig saai en animatie. Twee verschillende berichten. En elke bericht die je erin zet, komt na het bericht die er al was.